Welfare Party candidate Tayyip Erdogan managed to sweep into power in the local elections to become mayor of Istanbul. Suzan ablacığım selam. Türkiye için çok kritik bir dönem. O yüzden oy kullanman o kadar önemli ki yani anlatamam sana. O yüzden lütfen oy kullan. Bunu bizim için yap. Dat is mijn nichtje in Turkije, smekend om mijn stem bij de aanstaande verkiezingen. Maar ik had mezelf beloofd nooit meer voor Turkije te gaan stemmen. De enige keer dat ik dat deed, stemde ik op deze man. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. En daar voel ik me nu bezwaard over. Ik geloofde in hem, als dit meisje. Ik ben hartstikke traditioneel. Ik doe niet aan seks voor het huwelijk. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Maar ik veranderde in deze progressieve vrouw die openlijk twijfelt. Ook al volg ik dingen vanuit hier, ik weet gewoon niet wat het is om daar te leven. Ik heb daar nog nooit gewoond. Ja. Het doet me pijn om het land van mijn ouders in puin te zien. Verwoest door de aardbeving, gekweld door een torenhoge inflatie, een wankele democratie waarin steeds meer vrijheden op het spel staan en een volk dat ernstig verdeeld is. Het wordt gezien als de belangrijkste verkiezingen van de eeuw. Maar ik vind dat ik niet zou moeten stemmen voor een land waar ik niet woon. Ga ik me toch bemoeien met het lot van mensen duizenden kilometers verderop? Provinciale Staten. Dank u wel. Alsjeblieft. Gaat u de marine op? Ja? Oké. Dank u wel. Fijne dag. Ik heb lang geleden gebroken met alles wat met Turkije en de Turkse politiek te maken heeft. Want ergens symboliseert het voor mijn gevoel mijn oude identiteit. Maar ik sta mezelf niet meer toe om weg te kijken. Wie mijn verandering van dichtbij heeft meegemaakt en me als geen ander begrijpt, is mijn vriendin Semra. Welkom bij de event. Hoe gaat het met jou? Het is geen goede ontwikkeling. Jongeren zijn te burgerlijk en te braaf als het om relaties gaat. En Suzanne is het daar vast niet mee eens. Nee, ik ben het er helemaal niet mee eens. Want ik denk dat jongeren absoluut heel erg schijnheilig zijn. Want ze zeggen iets anders dan dat ze doen. Want uit andere onderzoeken blijkt en cijfers blijkt dat SOA's toenemen, dat ongewenste zwangerschappen, abortussen toenemen. En daar komt er dus van als je erop los sekst. Ik bedoel, ik ben hartstikke traditioneel. Ik doe niet aan seks voor het huwelijk. Ik ben er hartstikke tevreden mee. En nu kan niet tegen mij zeggen dat ik burgerlijk ben. Het is mijn keuze en ik ben er hartstikke tevreden mee. Ja, maar... Dat zou ik ook zeggen als ik het nog nooit had gedaan. Wauw. Ja. Dit is echt fantastisch. Grappig, stukje film. Hè? Dit is echt... Dat is echt gierend uit de bocht gevlogen. Ik heb helemaal tevreden. Helemaal tevreden. Helemaal vroom. Als ik naar mijn foto's kijk, denk ik... Ik weet gewoon... Ik voel me echt een ander mens. Ja? Ja, dat voel ik wel. Ik heb echt dat ik denk, oh, wie is dat meisje? Maar ja, ik weet het niet zo goed. Ik heb ook heel lang dat ik dacht, ik wil het niet zien. Ja, heb ik ook gehad. Ja, dat heb ik ook gehad. Wauw. Dit was groep 8. Volgens mij, dit was eerder. Dit was volgens mij groep 7 dan. Oh, wat kind. Dit was wel de middelbare school. Oh, Sam, wat een ander gezicht. Toen ik deze foto aan mijn man liet zien, bijvoorbeeld... Ik zie je niet eens. Wat je ook moet denken... Van mijn wenkbrauw, dat je echt denkt, hoe dan? Dat je dus eigenlijk je kind gewoon zo erg verstopt. Ja. En kijk, dan op een gegeven moment kom je in de fase van dat je niet mag gaan zwemmen met je vriendinnen. En dan realiseer je je steeds meer van, oh, het heeft impact op heel veel meer dingen. Ja, dat had ik ook. In ieder geval in onze omgeving. Kijk, ik denk, als wij in een islamitisch land hadden gewoond, dan kan je veel meer spiegelen aan je vriendinnen. Ja, en dat was in mijn geval gewoon helemaal niet. Dus ik was dan altijd de enige... Ja. Ja, het voelt echt als een ander leven. Maar ook een ander leven in combinatie met, denk ik, dat je er niet toe deed.
dat wat jij wilde en waar jij, weet je, dat jij dat gewoon werd verwaarloosd, dat je toch emotioneel verwaarloosd was. Dat. En dus dan zit er te veel een pijncomponent aan vast. En ik merk wel hoe ouder ik word voor mezelf, hoe meer ik dat kan loskoppelen. En hoe meer ik mijn ouders daarin kan vergeven. Ouders vergeven, dat heb ik ook moeten leren. We hebben elkaar lang niet begrepen. Onze denkbeelden liggen mijlenver uit elkaar. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Tatlı getirdim, evet. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hoş geldin bebeğim. Mijn vader vertrekt morgen naar Elbistan. Daar vond op 6 februari van dit jaar een verwoestende aardbeving plaats. Ik keek machteloos naar de beelden. Duizenden mensen vonden de dood. Hele gebieden zijn weggevaagd. Zo ook het gebied waar mijn familie vandaan komt. Spannend, morgen naar Turkije? Ja, dat is anders dan een vakantie gaan. Ja, hoe ik dan die mensen daar ga treffen. Mijn vaders, de buren, de kennissen. Ja. De stad zelf. De plek waar je geboren bent. Je weet nooit hoe lang je dan je vader nog mee kan maken. Dus dan wil je toch ook in de moeilijke periode bij hem zijn. Even naar huis kijken, waar nodig reparaties uitvoeren. Ja. Dus ik heb nu 2 weken vakantie gevraagd en gekregen. Ja. Dus dat ga ik ook goed benutten. Dat past niet, hè? Nee, ik ga... We moeten een grotere koffer pakken. Nee, ik heb nog een kleintje. Dan neem ik wat in de handbagage mee. Als ik mijn vader vraag wat hij van het beleid van Erdogan vindt, merk ik dat hij voorzichtig wordt. Nou ja, goed, hij heeft voorstanders en tegenstanders. Dus hij heeft zo'n 50% mensen achter zich. Die harde blok die blijft nog steeds achter hem. Ondanks dat het... heel veel dingen gebeurd zijn en ook economische problemen zijn. En waar schaar jij je bij? Nou, ik denk dat hij wel ook goede dingen gedaan heeft. En natuurlijk ook dingen die beter gedaan moeten worden of zijn. Bij mijn vader krijg ik niet de antwoorden die ik zoek. Mijn moeder daarentegen is heel duidelijk over haar politieke voorkeur. Çünkü ben Türkiye'de doğdum ve 20 yaşıma kadar Türkiye'de büyüdüm. Sonra Hollanda'ya geldim. Ben o zamanki Türkiye ile şimdiki Türkiye'yi çok iyi karşılaştırabiliyorum. Hı hı. Türkiye'yi Erdoğan bana göre barışçıl, herkesi kucaklayan bir siyasetçi. Savaşları bitiren Türkiye'de... fakirliği bitiren, özgürlüğü getiren ve Türkiye'yi çok ileriye götüren bir siyasetçi. Bundan sonra da onun daha güzel şeyler yapacağını ve daha ileriye götüreceğini inandığım için yine Sayın Erdoğan diyorum. Şu an mesela ekonomi iyiye gitmiyor. İnsanlar bayağı bundan rahatsız mesela. Bunu da Erdoğan'a bağlıyorlar tabii ki doğal olarak. Çünkü zaten kendisi... bazı kesim Türkiye'de ne oluyorsa her şeyi Erdoğan'a bağlıyorlar. Sen öyle görüyorsun yani. Evet, ben öyle görüyorum. Erdoğan'ı eleştirebilirsiniz, eleştirebilirler. Hakkında birçok şey söyleyebilirler. Ama şunu herkes biliyor ki Erdoğan gerçekten 20 senedir çok çabalıyor Türkiye için. Ben... benim için Erdoğan çok değerli. Ben ona gerçekten güveniyorum öyleyse. Sence problem yok yani? Bence yok.
Bana göre şey güllük gülistanlık. Ook ik was ooit in de ban van Erdogan. Bijna had ik hem in het echt gezien. Mijn ouders namen mij vaak mee naar bijeenkomsten van Milli Gülüş. Eén daarvan was in de Amsterdam Arena. Toen kwam hun leider, Necmettin Erbakan. Hij stond aan de wieg van de politieke islam en zocht de grenzen op in het zwaar seculiere Turkije van grondlegger Atatürk. Ik was 11 jaar oud en stond mee te joelen in de menigte. Zijn regering was het jaar ervoor afgezet door het leger uit angst voor een islamitisch Turkije. Als reactie daarop werden de seculiere wetten in Turkije nog strenger gehandhaafd. De islam werd nog verder uit het openbare leven verbannen en het hoofddoekverbod strikter nageleefd. Seni değersizleştiriyor. Ve seni çok kırıcı, itici, hiç hoş olmayan bir duygu ve dediğim gibi bunu hiçbir zaman unutamıyorsun psikolojik olarak. Erdogan zei last minute af en verscheen niet in de arena. Ik weet nog hoe teleurgesteld ik was. In die tijd was hij burgemeester van Istanbul en veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf. Bir şiir okuduğum için mahkumiyet kararı almış bulunuyorum. Maar in 2001 maakte hij een comeback met de AK-partij. Het volk dat ontevreden was door de economische puinhoop, de corruptie en de slechte aanpak van de aardbeving in 1999 vestigde de hoop in Erdogan. Het resulteerde in een monsterzege tijdens de verkiezingen in 2002. Ik kijk met gemengde gevoelens terug op die tijd. Ik voel me jong en naïef, alsof ik in een bubbel zat. Ik heb lang geworsteld om te kunnen zijn wie ik nu ben. En dat was niet alleen voor mij een moeilijke periode. Bu süreç senin için de kolay olmadı zaten. Fakat bizim için de kolay olmadı. Hem baban için hem benim için. Bizim için de kolay değildi bu süreci atlatmak. Ama elhamdülillah sevgi burada çok önemli. Ja, ik denk dat het daarom ook deze film erg moeilijk is. Mm-hmm. Omdat ik wil jullie niet teleurstellen, maar ik denk gewoon anders over bepaalde dingen.